Wilson Beers, welkom bij weer een nieuwe video. In deze video een korte update met Bitcoin en Ethereum. En we kijken heel snel naar de coins die we de afgelopen dagen hebben gevolgd. Dus he, vind je het leuk, blijf even hangen. En ben je nog niet geabonneerd, druk even op die abonneerknop. Voor alle nieuwe abonnees, hartstikke bedankt voor het abonneren. Laten we er gelijk indijken, want Bitcoin beweegt eindelijk eens een keer en hij gaat naar beneden. Waar is hij dan gekomen? Precies bij die wik. Dus dat is ook precies het risico wat je elke keer hebt. Weer een teken dat we lager kunnen gaan aan dit gedeelte. Dus ja, het, voor mij. Is die fiets dat we nog steeds lager kunnen gaan? Die staat helemaal open, wagenwijd open. Als je nu ook naar links kijkt, dan heb je echt bijna exact hetzelfde patroon. Dus je hebt die downfall, een upmove en nog een diepere. Downfall, upmove en nog een. Deze is niet dieper, maar hij komt wel precies bij die week. Maar je ziet wel weer een soortgelijk patroon. Dus het kan hier wat, uh, ja, wat, wat je hier dus ook kan verwachten. Dus die bounce kun je hier ook weer verwachten. Want als je naar die dollar gaat kijken, die is nog steeds in het range. En dit zijn de tekenen dat we aan gaan. Je ziet ook bij Altsis hier toch wel wat kansen komen. Je hebt hier nog steeds die square up. En die box, zit je nu aan de onderkant van die box? Ik kreeg de laatste vraag van uh, hoe hou jij die coins in de gaten? Zet je dan een alarm? Nou, nee, dat hoeft niet. Want zoals nu word ik wakker en het ochtends... Ik merk toch wel vaak het rond 5. Tussen 5 en 6 heb ik de beste kans altijd. Omdat of the mark naar me toe is gekomen. En... Dan zal je in de loop van de dag zien dat het wat meer beweegt. Maar zo kan ik de beste, kansen laat, de beste kansen vinden. Want zoals nu komt de prijs naar me toe. Als je dan ook nu naar andere coins... We gaan toch heel snel naar die andere coins. Want dan komt het ook een beetje naar voren. Want dan heb je nu lineair. Die we nu al een aantal dagen gewoon in de gaten. Of tenminste, vanaf vorige week of die week ervoor in de gaten gehouden... Heeft die upmove gemaakt? Die prijs komt nu naar je toe. Bij de 0.6 en 8, het pierce het wel, dus tekenen dat we wel wat lager kunnen gaan. Maar die prijs is nu weer naar je toe gekomen. Waar die eerst was weggeschoten, komt die prijs nu weer naar je toe. Even kijken, als we dat in een kleine 4 uur doen. Maar ik weet dat mensen, niet heel veel mensen geïnteresseerd zijn in Lino, maar meer in uh, Ravencoin. Dus je hebt hier al één touch, hier pierce je hem. Het zijn tekenen dat we lager gaan. Maar je kan hier support vinden en dan nog steeds die move maken. Die prijs is gewoon naar je toe gekomen. Dus laten we deze gewoon even voor wat het is. Ik hoop dat het ook duidelijk is. Dit zijn gewoon, dit is wat ik bedoel. van... Uh, ja, zo vind je kansen. Dus die prijs die komt nu naar je toe. En dan, dan, ja, dan kun je eigenlijk entries pakken. Bij Raven vind ik het wat lastiger. Want daar wil je eigenlijk dat hij tot die 0,6 en 8 komt. Maar je ziet ook al dat hij nu. Uh, die trendlijn aan het testen is. Hij is er uitgebroken, hij test hem nu. Dus die prijs komt naar je toe. Uh, ik zou alsnog altijd het geduld hebben tot en met hier. Tot met een, een beetje die 10, 10,5 cent. Want ik kan zomaar hier nog even dwarrelen en dan nog iets lager gaan. Uh, en als je dan nog steeds wegschiet, ja, dan zit je hier gewoon naast. Of je moet hier een agressieve entry opnemen op die trendlijn. Ben ik gewoon niet echt van. Of je moet gewoon hier gepositioneerd zijn of hier... Als je er hier al. Ge... Kijk, hier wordt het gewoon wat lastiger. Je gaat wel je verstandig geld erin, maar je moet wachten tot het echt support vindt. Want het kan net zo goed weer een beetje support vinden en weer finale doorheen vallen. Maar het geeft je wel weer een plek waar je zelf achter kan verschuilen. Het liefst heb ik toch die 0,6 en 8 waar ik mezelf achter kan verschuilen. Omdat het toch in het verleden veel beter heeft gewerkt. Maar mocht je dan op een gegeven moment support vinden, dan kun je dus nog steeds die targets aanhouden. Uh, dit was Ravencoin, laten we heel snel naar ad gaan. Het is een korte update. Wil je wat langere updates zien? Ik probeer meestal wel iets van uh, 5 tot 10 video's per week en dan probeer ik echt wel wat langere en wat korte video's te maken. Uh, vergeet mijn content ook niet te delen. Ethereum die maakte dus een wat grotere move en die ging dus wat langzamer dan Bitcoin, maar je ziet ook dat die lager is gekomen dan zijn week of haar week. Ik met het altijd de moeder van, bit, van de crypto. Maar hier zat die week tot en met die 34... Nou, zeg even 3500. Bitcoin. En dan zal ik heel even deze... Ik, zit op, ik ga heel eventjes naar die van Kraken. Volgens mij heb ik daar gewoon die goede grafiek, ja. En ik zit ook nog op een dag. En dan zie je dat die nu heel mooi geland is eigenlijk op die... Uh, op die rode moving average is 200 op de daily. En dat zou wat support moeten geven. Hier, je ziet ook, hij kan het gewoon pierce, Hij kan ook nog even ondergaan. Dit, dit zie ik meer als stop los runs. alsnog, het kan nog steeds een stukje laag gaan. En waar ik op doelde is van. Bitcoin is nu bij die 0, of tenminste voorbij die 0,8. Ik had het ook al in mijn vorige video naar voren laten komen. En Ethereum is nog niet eens bij die 0,5. Tenminste, hij is er net geweest. Je moet altijd even kijken of je hem vanuit deze candle... Het zal altijd wat fine-tuning zijn. En je ziet ook dat dit wat iets beter werkt. Toch nog één keer een beetje fine-tunen om te checken of het wel. Ik kan, denk ik, denk de hele en Je Ziet hij, vindt het top. Hij vindt even support op die uh, 0,236. En daarna rijdt hij erop. Hij pierst het vol. Gaat er doorheen. Hij test nog één keer de breakout. En daarna gaat hij weer lager naar het volgende niveau, 0,382. Zodoende heb ik wel een beeld dat hij bij de 32 of de 3300. En dat is eigenlijk een beetje de plek waar je nu bent. Denk altijd in zones Dat je daar wat support kan vinden. Of het liefst natuurlijk hier wachten als je hier geïnteresseerd bent. Want hier ligt die 0,6 en8 bij die 32900. En dan heb je nog hier die 24, of tenminste, een beetje de 23 tot 2400 bij de 0,786 en bij de ja, Bij deze moet je eigenlijk ook gewoon de, tegenover de bitcoin kant. Uh, in de gaten houden want het lijkt wel een boelvlek maar besef altijd waar je boelvlek tekent zoals als je hier een boelvlek tekent dan teken je een boelvlek nu in die top waar die nu zit als je hier een boelvlek tekent is het veel normaal net als dat je als je op de bodem beervlek beervleks gaat tekenen dan ja dan doe je toch niet nog iets niet goed en dan moet je nog echt wel wat leren dus heb je hier die boelvlek dan kan het het kan inderdaad gewoon een boelvlek zijn maar ik zou er altijd heel voorzichtig mee zijn net zoals dat je dat hier hebt lijkt het een beetje een boelvlek en dan ga je helemaal naar beneden in de top moet je gewoon niet echt naar een boel vlak kijken. Kijk, hier kijk je meer naar het level van hier. Heb je die 0,6 en 8 deels gepierst? Hier nog een keer. Hier lijkt je er eigenlijk een beetje support op te vinden om hoger te kunnen gaan. Je ziet ook nog steeds die square up hier uit 2018. Dus dit is, dit is gewoon nog steeds een grote waarschijnlijkheid. En je ziet dit groeien. En dat is meer omdat Ethereum dus langzamer valt. Waar Bitcoin dus hier zit, of eigenlijk hieronder, bij deze wikkel, is Ethereum nog hierboven. Dat kan, ja, dat kan betekenen dat je hier misschien een iets betere bounce wilt krijgen. En dat je dus die Bitcoin-dominantie naar beneden ziet gaan. Want als deze groeit, dan zakt die Bitcoin-dominantie. Omdat Ethereum gewoon een van de grotere is. En als die dan beweegt de een of de andere kant op, dan heeft het invloed op die Bitcoin-dominantie. Maar ook weer met deze. Je wacht gewoon eigenlijk. Tenminste, die prijzen nu naar je toe gekomen. Stel dat je nu hier support vindt, dan zouden dit mijn targets weer zijn. En ik zal ze heel even een andere kleurtje geven zodat het duidelijk wordt. Maar dan zie je ook weer die mooie die 0,68 precies bij die square. En je hebt hier die 0,786 bij dit gedeelte wat het cover. Dus ik zou hem gewoon als ik Ethereum zou treden, wat ik niet doe. Want het is allemaal geen financieel advies. Dus ik laat meer zien wat ik doe. En zelf moet je gewoon je eigen fiets kunnen bouwen. Maar als je je support vindt, dan verwacht ik deze target. Dus niet echt super grote targets. En mocht het echt hoger gaan, dan weet je mijn andere targets. Ik hoop dat deze video gewoon. ...je wat rust kan geven... ...en net als met mijn andere video's... Dat, ...dat we hier zaten... ...omdat je hier zit... ...heb je gewoon kans dat je hier die bounce hebt... ...maar het risico dat je hier naartoe moet gaan... ...was ook nog steeds gewoon nog aanwezig... ...alleen het risico was niet zo super groot... ...en je ziet ook dat als gewoon be beter hun... Uh, ...ja hun levels houden... ...want vanuit deze tot en met hier... ...heb je het over een 8, 9%... ...dat is, dat is gewoon niet zo super groot in de, in de bitcoin... In de, ...of in de crypto... In de crypto en de Bitcoin is het natuurlijk wel groot als je 10%. Maar in de crypto heb je het meer of ja, begint een beetje bij, bij 20% pas echt een beetje interessant te worden. Dus ja, dit, dit was te verwachten. Hij maakt nog geen low-low op dit. Dus dat, dat is op zich positief. En ik denk dat we het best gewoon heel even kunnen eindigen met de dollar. Want de dollar blijft er eentje, zolang deze blijft er eentje, heb je op zich kans dat dit hier wat groeien zit. Maar het lijkt wel gewoon wat sterker te kunnen reintje En dat je dus nog steeds die up-move kan verwachten. Omdat je dus ook wat ik in die vorige video zei, had je een echt groene kennen op die blauwe moving average. Dat zag je hier ook al en hier ook al. En vanuit daar konden we verder groeien. Dus het lijkt wel ze sterk te houden omhoog te gaan. Wat het meest gezond zou zijn, is dat hij deze uitbraak hier beneden test. Dus dat we nog even een retrace krijgen voordat hij hoog gaat. Dat zou ook het fijn zijn voor bitcoin. En ja, wat ik dus ook in die andere video zei... als hij nu bijvoorbeeld groen wordt bij uh, de dollar... hoeft het niet te betekenen dat dit meteen rood wordt. Je hebt hier nog steeds het ene level, die 0.786. Dus dat zou een B en die 0.83... dat zou vooral in mijn ogen de level zijn als de dollar hier omhoog gaat. Het kan ook zo zijn dat Bitcoin nu al een deels een move heeft gemaakt... en dat hij niet meer verder naar beneden hoeft. Omdat hij nu al zo lang down is gegaan... Dus ik zou dat allemaal in je, uh, ja, in je plannen opnemen. Ik hoop gewoon dat je wat aan deze video hebt gehad. En, uh, jij hebt je vraag gesteld in de comments. Uh, vergeet ook niet andere video's te kijken. Want al mijn video's zijn dan echt wel voor lange termijn. Je ziet mijn grafiek altijd op een dag. Dus kijk ze zeker terug. En heb je aanvraag, zet het ook in de comments. Vergeet niet te abonneren en niet te liken. En ik zie jullie gewoon weer de volgende keer. Adiós.